Als klassieke radiozender krijgt Classic FM echt elk jaar van luisteraars met huisdieren de vraag of wij ook vuurwerkgeluiden met oudejaarsavond uitzenden. En dat doen wij dus niet. Honden is het grootste probleem voor mensen, want die katten die verstoppen zich ergens onder een bed en dan ziet niemand het. En een hond die loopt heel zenuwachtig heen en weer en niet weet wat hij moet doen. Dus honden is het grootste probleem. Classic FM gaat dit jaar met oudejaarsavond vanaf 7 uur tot diep in de nacht alleen maar rustgevende muziek uitzenden. Beethoven's Moonshine Sonate of Après son rêve van Fauré zijn er goede voorbeelden van. Je moet je voorstellen, alles wat heel rustig is bij mensen, dat werkt ook. Dus kennelijk als wij een hele drukke dancefestival op televisie hebben of op radio hebben, dan gaan wij meebewegen. Maar wanneer het heel rustig is, dan hebben we het gevoel van heel kalm zijn. Dat is ook wat je moet doen op het moment als een hond heel erg onrustig is. En hij hoort hele harde knallen en hij weet niet waar hij het zoeken moet. Hou hem even gewoon bij je. Doe hem even gewoon rustig met hem. Gewoon rustig aanhalen. Net zoals je met een kind om zou kunnen gaan. Wat ik heel bijzonder vind, dat Classic FM zijn programmering aanpast aan het oude jaar. Dat is uniek. Ik heb dat nog nooit eerder gehoord. En dat vind ik echt briljant. Wij hebben de lijfspreuk klassiek voor iedereen. En dat is dit jaar ook voor de huisdieren.